we staan hier bij een sportcomplex van Klooster Haar, die onlangs een samenwerking is aangegaan met de jeugd van Subculo. Dat betekent dat er veel meer jeugd heen en weer fietst tussen deze beide dorpen. En dan komt de vraag ook bij de gemeente terecht, moeten wij dan ook anders omgaan met de infrastructuur, zodat daar veilig gebruik van gemaakt kan worden. Dat geldt voor sportcomplexen, maar dat geldt bijvoorbeeld ook van de scholen. Kunnen de kinderen veilig vanuit de scholen richting de plaatsen, zoals bijvoorbeeld Hardenberg of Dedemsvaart, om veilig op de scholen aan te komen? Nou, als wij willen dat we veilig gebruik kunnen maken van onze voorzieningen en daar veilig op manier kunnen komen, dan is het vooral belangrijk dat er vrijliggende fietspaden zijn. Want daarmee voorkom je een menging met het landbouwverkeer, wat in onze plattelandsgemeente uiteraard veel aanwezig is. En op die manier heb je dat gescheiden. Een ander voorbeeld is de verlichting. Neem het voorbeeld tussen Klooster Haar en Subculo, dat daar ook in het donker op een veilige manier gefietst kan worden. Nou, we willen absoluut investeren in openbaar vervoer. Dat vinden we enorm belangrijk. En we staan hier bij het spoor en we zien dat als de ruggengraat van ons openbaar vervoersnet. Dus we hebben de ambitie om dat nog verder te verbeteren, de vechtallijnen nog verder te verbeteren. Dat willen we doen door elektrificatie van het deel wat richting Almelo gaat. We willen spoorverdubbeling en wat ook heel erg belangrijk is, wij zien een stip aan de horizon, een directe verbinding met Groningen, met de aanleg van de Neder-Saxe-lijn. Als we die investering in het spoor doen, dan vinden we ook dat daar stations aan toegevoegd moeten worden, dat dorpen beter aangesloten worden op deze stations, zodat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de dorpen daarmee ook toeneemt. De gemeente Hardenberg die kenmerkt zich door haar ondernemerschap. We hebben hier goede ondernemers, we hebben een hoge arbeidsmoraal. We zien dat de bedrijvigheid nog steeds groeit, maar dat vraagt ook om goede bereikbaarheid. Goede regionale bereikbaarheid, maar ook om goede bereikbaarheid via de N-wegen. Wat ons betreft zijn dat 100 kilometer wegen waarmee Hardenberg bereikbaar is. Maar het vraagt ook om bereikbaarheid van bijvoorbeeld de stations, busstations, treinstations. En hoe kom je dan op die werklocaties waar zoveel mensen in onze gemeente, maar ook van buiten onze gemeente werken. Wij denken aan hubs om te kijken van dat je nieuwe systemen gaat ontwikkelen, hoe je vanuit die plekken hier op de werklocaties kunt komen. We hebben het eerder gehad over het voorzieningenniveau in de kern en de leefbaarheid, dat het belangrijk is. Met name het voortgezet onderwijs vindt plaats in Hardenberg en Dedemsvaart. De dorpen in onze gemeente, maar ook daarbuiten, zijn afhankelijk van het voortgezet onderwijs hier. Wat wij gedaan hebben, in beeld gebracht hoe de fietsverbindingen zijn. En wij zien dat een aantal fietsverbindingen nog wel voor verbetering vatbaar zijn. Als het gaat met name over de verkeersveiligheid, menging van landbouwverkeer, is daar heel erg belangrijk in. Wij willen dat op een veilige manier gebruik gemaakt kan worden van dit soort voorzieningen. De fiets is een steeds belangrijker onderdeel van onze mobiliteit. We zien het op de lange afstand en daarom willen we ook investeren in fietssnelwegen, maar ook in de kernen zelf, dat het loont om met de fiets te gaan. Dat de snelste manier om je te bewegen binnen de kernen de fiets is. Daar willen wij ook onze infrastructuur op aanpassen. Je hebt een aantal filmpjes gezien waarin we zichtbaar hebben willen maken waar onze ambities liggen. Dat hebben we ook gedaan in een animatiefilm en we hebben het verwoord in ons programma. Wij vragen aan u of u daarin mee wilt denken, of u zich daarin herkent, om uiteindelijk te kijken of we met uw opmerkingen het plan nog beter kunnen maken voordat wij een definitief besluit nemen.